Wij zijn rond de tafel van Meerpelt, een serviceclub. En wij proberen door een evenement, Night of Monte Carlo, proberen wij fondsen in te zamelen. Om op die manier bepaalde hulpbehoevende mensen te helpen met het geld dat we dan uitdelen. Rond de tafel is een serviceclub. Een serviceclub voor jonge mannen van 18 tot 40 jaar. Dus we zijn allemaal heel jonge, dynamische mannen die zich inzetten voor het goede doel. Het is een avond in twee delen. We hebben een walking dinner en aansluitend een afterparty. Waar de mensen als nevenactiviteit zich kunnen amuseren aan goktafels. Leuke muziek, leuke mensen, leuke avond. Wij komen hier toe op een avondje om een BMW te kopen en we moeten pokeren. Dus wij doen gewoon mee. Het lukt niet veel goed. We zijn een beetje aan het pokeren, maar het gaat niet zo goed. Dus ik ben bijna blut. Echt geld spelen mag uiteraard niet, dus het is gewoon puur voor de fun. Mensen krijgen dus speelgeld en dat speelgeld mogen ze gebruiken, maar daar valt eigenlijk niks te winnen. Dus iedereen weet dat het charity is, dus voor een goed doel. Dus er zijn geen geldprijzen of dergelijke te winnen. Dus de opbrengsten gaan integraal naar de ronde tafel en wij verdelen die op een aantal goede doelen in de regio van Meerpelt en omgeving. Ja, het is enerzijds inderdaad een beetje netwerken voor veel mensen, maar wij als ronde tafel doen het eigenlijk puur omdat wij denken dat we het hard op de goede plaats hebben, zullen we maar zeggen. We zijn momenteel met 26 leden en we gaan hier vanavond met een 450 à 500 mensen aanwezig zijn.